Op de plaats! Rust! 10 dagen verlof! Toegestaan! Veel beter. De koning denkt dat zijn dochter leidt aan jeugdige melancholie. Een paar jaar moeten het zijn geweest. En nu denkt iedereen dat ik een geest ben. Even luisteren hoe die dat... Ja. Hoe opgewonden of hoe... Komt-ie. I can't play it. Hè? Hij zegt het wel 3 keer. Ja, het lukt niet. En nog een keer het lukt niet. Ja. Ik zou misschien als laatste... Ik kan het niet meer. Of zo. Ja, ik vind ook het woordje meer. Ik kan niet meer spelen. Want hij heeft het wel ik kan niet meer spelen. Ik kan niet meer spelen. Ja, het lukt niet. Ik kan niet meer spelen. Ik kan niet meer spelen. Toch? Ja. Komt-ie. Het gaat niet. Het lukt niet. Ik kan niet meer spelen. Wie deze afschuwelijke ban verbreekt, mag met de prinses trouwen. Het hele koninkrijk vraagt zich nu af, welke jongeman durft het aan? Het hele koninkrijk vraagt zich nu af, wie is de jongeman die het aandurft om onze prinses te genezen met een viool? Dat is wat meer overspannen. Dat is misschien te erg. Ja. Ik vond die vorige wel leuk. Ja. Het is precies het tempo van de master later. Links, rechts, links, rechts. Rut, 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 rut. En wap, waps, waps. Hap en halt. Nou, super toch? Goed. Helemaal goed. Ja.